De gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland blijkt nu meer dan ooit in de belangstelling te staan in Nederland. In dat kader heeft het Stedelijk Museum Alkmaar onderzoek laten verrichten naar plantage Alkmaar in Suriname. Ruim een jaar heeft onderzoeker Mark Ponte zich hiermee bezig gehouden. Het lag in de bedoeling een tentoonstelling te maken van de plantage die naar de stad Alkmaar is vernoemd. Ponte zegt dat uit zijn onderzoek niet alleen een tentoonstelling is voortgekomen, maar ook een boek dat een overzicht biedt van de ontwikkeling van de plantage sinds 1745 tot het heden. Ponte legt uit hoe plantage Alkmaar in Suriname aan de naam is gekomen. Bijna alle Hollandse en Nederlandse steden hebben een verbintenis met slavernij en slavenhandel. Dus burgemeesters van die steden, et cetera, waren betrokken bij die zaken. Bij West-Indische Compagnie, Verenigde Oost-Indische Compagnie, plantages in Suriname. Als je het concreet over Alkmaar hebt, is die plantage is gesticht door een ene meneer Jacob Hengeveld. En die Jacob Hengeveld die is geboren in de stad Alkmaar. Aan het einde van de 17e eeuw. En als jongeman is hij naar Suriname gekomen. Hij was een kaartenmaker, een landmeter. Dus hij maakte van die kaarten ook van die plantages en als de gronden werden uitgegeven. Hij was ook actief in het vervolgen van de Marons. En hij is op een gegeven moment begonnen om zelf een plantage aan te leggen toen Fort Nieuw Amsterdam werd aangelegd. Daarna werd ook in Kommerwijnen werden allerlei nieuwe plantages ontgonnen. En ja, deze meneer Hengeveld die kreeg ook een stuk grond daar van de koloniale overheid. En is daar een plantage begonnen. En die heeft hij vernoemd naar Alkmaar, de stad waar hij vandaan kwam. Na het onderzoek was er de afgelopen maanden een tentoonstelling in Nederland over plantage Alkmaar. Ponte zegt dat in het eerste deel van de tentoonstelling hij heeft laten zien hoe zo'n kleine stad als Alkmaar zo'n belangrijk slavernijverleden heeft gehad. Opmerkelijk is dat het met de plantage na de afschaffing van de slavernij al snel bergafwaarts ging. In de tijden van de slavernij was het een hele grote plantage, waar dus zoals ik net al zei meer dan 600 mensen in slavernij moesten werken. Na de afschaffing van de slavernij hebben die mensen nog wel 10 jaar moeten doorwerken, hè, in de periode van het staatstoezicht. En daarna is eigenlijk die plantage meer in verval geraakt. Er zijn nog wel tientallen contractarbeiders, Hindoestaanse contractarbeiders gekomen in 1873. Hebben nog enkele jaren daar gewerkt en toen is dat stuk grond eigenlijk aan de overheid verkocht. Mm-hmm. En is daar dus het kinderhuis opgericht en is het verkaveld voor kleine landbouwers. En dat is het eigenlijk nu nog steeds. Hè, Aanstaande zaterdag wordt het boek Plantage Alkmaar, Alkmaar in Suriname 1745 tot heden, gepresenteerd in het Nationaal Archief Suriname.